Black Monday, oftewel de dag van de zwarte beschaving, zal dit jaar niet fysiek worden gevierd. Dit vanwege de COVID-19 maatregelen. De Verenigde Naties raadt aan deze dag te gedenken op de eerste zondag van het nieuwe jaar. Vanwege andere activiteiten in ons land worden Black Monday echter meestal op de tweede zondag gevierd, zegt Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang. Wijngaarde vertelt hoe belangrijk deze dag is voor de Creoolse cultuur. Het is een beschaving van zeg maar de mens van African roots. Hoe leven ze, wat is hun eten, het culinaire van, hoe kleden ze zich aan, hoe dansen ze, hoe maken ze muziek, hoe jagen ze, hoe werken ze op een bepaald. Alles wat te maken heeft met het dagelijks leven van deze groep. Dat is de cultuur wordt eigenlijk zeg maar gebracht op die dag. En men zegt, de Verenigde Naties zegt, je moet op de eerste zondag, het lukt ons nooit op de eerste, vanwege het tapjari en opojari, is het altijd de tweede, soms de derde zelf. Maar het is de bedoeling dat je je cultuur moet je hoog houden. En daarom moet die Black Monday zo belangrijk. Vooral voor de mensen van African komaf. Want het was bij wet verboden. Men mocht geen cultuur uitoefenen. En in de slaventijd, vanaf 1771, het is pas 45 jaar geleden, mag men vrij en blij haar cultuur beleven. De Federatie voor Afrikaans Ranamang heeft aan diverse mediahuizen het verzoek gedaan om aanstaande zondag beelden van de afgelopen jaren te vertonen. Op deze manier hoeft de Black Monday niet onopgemerkt voorbij te gaan. Jammer genoeg van het jaar kan het niet vanwege COVID en we respecteren de regels van de overheid. En we vinden het prettig zelf dat de overheid ons beschermt door regels te stellen dat het niet mag. Massa mensen kunnen niet bij elkaar komen. We kunnen niet klein houden, want soms hebben we wel 2000 mensen op Black Monday. Dus daarom heb ik een verzoek gedaan aan de media's om iets te brengen van 25 jaar. Van het jaar bestaan we ook 25 jaar. En 25 jaar brengen we al deze Black Monday. De 25e lukt ons niet. We hebben 24 jaar al gebracht, maar de 25e jaar zou zeg maar nu zijn, maar dat lukt niet. Verzoek gedaan. Ik hoop dat de televisiestation gehoor aan geven om iets te brengen, een verzameling van al die jaren. Hoe het was en hoe belangrijk het was en hoe enthousiast mensen zijn. Dat was Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang. We spraken hem vanmorgen in verband met Black Monday.